Met TAFs en Voor werden verwelkomd in het leercentrum van Playing for Success. Een stichting die zich onder meer inzet om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten. Nou, Verone, wij zijn hier in het leercentrum van Playing for Success. Wat hebben jullie vanmiddag precies gedaan? Er zijn een aantal vragen gesteld over alles en nog wat. Leuk voor die kinderen. Die konden allerlei vragen stellen en die hebben beantwoord. Kan jij uitleggen wat de kinderen hier doen? De kinderen komen 10 weken lang naar Playing for Success om te werken aan de leerdoelen die ze hier opstellen. En de spelers die waren vandaag gekomen, die ze mochten interviewen. En ja, probeerden ze ook meer zelfvertrouwen te krijgen. Om te kijken van, goh, hoe doen de spelers het? Kunnen wij het ook doen volgende keer? De kinderen hadden wat vragen natuurlijk ook over hun eigen zelfvertrouwen, hun eigen kwaliteiten. Wat voor tips kon je hen meegeven? Gewoon hoe wij erover denken, hoe wij de wedstrijd ingaan, wat voor focus we hebben. Of het belangrijk is om een goede concentratie te hebben tijdens de wedstrijd. En wat wij eten, hoe we ons voorbereiden. Dus van alles en nog wat. En ik denk dat het wel leerzaam voor hun is. En we hebben die vraag natuurlijk ook aan hun gesteld. En ik was benieuwd hoe hun erover dacht. Gaven ze tips waarvan je denkt, oh, die ga ik nog wel eens toepassen nu? Focus. Want ik zit meestal gewoon een beetje te werken zonder echt te focussen op school. Ja. Dus dat ga je nu wel proberen om je misschien iets meer te focussen? Door beter op te letten en niet te veel gaan klooien. En wie mocht jij de vraag stellen? Aan Tim. En wat heb je aan hem gevraagd? Ik had hem gevraagd van hoe hij zijn planning heeft van privézaken buiten alle wedstrijden en training. Ja, de spelers geven ze tips. Heb jij het idee dat die tips goed bij de kinderen aankomen? Ja, zeker. Iedereen is een mens, iedereen die kan werken aan dingen. Zo hebben de spelers ook van, goh, vind je het spannend als je een penalty moet nemen, wat doe je dan? Of wat doe je voor de wedstrijd? Want bijvoorbeeld als de kinderen een toets heeft, van wat doe jij, wat kun jij dan doen voor een toets? En zo kunnen ze een voorbeeld aannemen. Jij en Tim zijn hier als een soort van rolmodellen, met natuurlijk inderdaad goede adviezen. Hoe gek is dat eigenlijk dat je zelf als een belangrijk persoon wordt gezien door deze kinderen ook? Ja, natuurlijk, we hebben een bepaalde voorbeeldfunctie en we weten dat we dat hebben. Dus het is leuk om advies te geven natuurlijk. En nog steeds proberen we ons te verbeteren in allerlei dingen. Dus er is nog steeds werk aan de winkel.